In deze video ga ik jullie de verschillen uitleggen over de twee verschillende onderstellen van het merk Cybex. En dan in de Z-lijn. Dit is de Base Z1 en dit is van de Base Z. Het zijn onderstellen waar dezelfde stoeltjes op passen, maar die toch wel een verschil hebben. Allereerst past er een groep 0 autostoel op. Dat is de Cloud Z, dat is een groep 0 autostoel van het merk Cybex. En nu kunt u achterwaarts op het onderstel klikken, op deze manier. En zo staat hij vast in de auto. Later kan hier ook een vervolgautostoel op. Dat is dan de lijn van de Sirona. Ook deze kunt u achterwaarts zetten en eventueel in verschillende posities zetten. Dit is de BZ. Ook daar kunt u de twee stoelen opzetten. Allereerst de groep 0 autostoel. Ook die gaat achterwaarts op het onderstel. En het unieke aan dit onderstel is dat hij draaibaar is naar de zijkant van de deur. Op deze manier. En dat is dus ideaal met erin en eruit halen van het volledige stoeltje. Op deze manier. Maar ook later met een vervolgstoel. Dat is de Sirona Z. Ook deze kan achterwaarts. Dan kunt u hem ook draaien naar de zijkant van de deur. En dan is het dus ideaal dat u er recht voor staat, omdat ze toch aanzienlijk wat zwaarder zijn en dat u dan minder last heeft van uw heupen en uw onderrug. En u heeft ook de optie om op een gegeven moment voorwaarts te gebruiken. Het verschil dus tussen de twee onderstellen is dat u bij dit onderstel de optie heeft voor- en achterwaarts gebruiken. En dat u hem ook kunt draaien naar de zijkant van de deur. Dat is bij dit opstel dan niet. Daar kiest u ervoor om het groep 0 stoeltje achterwaarts te gebruiken en ook later de vervolgstoel achterwaarts. Beide onderstellen zijn te vinden op onze website www.bpark.nl. Daar kunt u een onderstel bestellen of eventueel nog meer informatie lezen. Als u wat meer persoonlijke informatie, dan bent u van harte welkom in een van onze megastores.